Of vond jij van de match? Hij wacht al sinds, broer. Hij wacht sinds gisteren. Sinds gisteren. We zijn op straat gegaan. Bro, we zijn op straat gegaan. Hij zegt, kom, we gaan nog kantoor-episode filmen. Dus, Brian, doe je ding. Wagwan mensen, welkom bij episode 19 van de EK-show Kuka Sport. Ik ben hier met Jill, ik ben hier met Brian en met de enige echte Stallone Limbombe. Stallone, hoe gaat het met jou? Zal met jullie. Ça va, op het gemak. Kijk een beetje naar het EK. Vandaag heb ik niet gekeken, maar andere wedstrijden heb ik wel gekeken. Ja, en wat vind je van dit EK? Veel verrassingen. Als je ziet, Frankrijk eruit, België eruit. Allee, bijna alle topfavorieten eruit, dus gewoon veel verrassingen. Ja. Je zei daarnet ook een beetje van, eigenlijk volg je voetbal niet intensief, zeg maar. Maar we hadden een gesprek over anime's en dan was je wel meteen lid. Is er een reden waarom dat je voetbal niet echt volgt? Nee, de reden waarom dat ik dat niet echt volg is omdat ik dat al elke dag doe. Dat is je job? Ja, dat is mijn job. En als ik thuis kom, dan probeer ik mij gewoon bezig te houden met andere dingen. Te ontspannen, ja. Eigenlijk. Inderdaad. Wat is je favoriete anime? Ik heb er een paar. Maar op het moment... One Piece. One Piece? Waarom One Piece? Omdat, gewoon, dat verhaal is gewoon keihard. Dan heb je bijvoorbeeld My Hero Academia. Ook een keihard verhaal. Attack on Titan, zwaar verhaal. Man, er zijn er keiveel. Ja. Nu zit je hier met twee guys die eigenlijk wel constant naar voetbal kijken. Ik ga eerst een andere vraag stellen. Kijken jullie naar animes? Zeker. Ik heb enkel One Punch Man en de ene gezien waar je het net over had. Dat was één seizoen. Death Note. Die met zijn vader die magic was. Oh, Invisible. Ja, Invisible. Oké, okay, kijk jij naar de... Zeker. Animes. Standaard. Wie van jullie kan mij overtuigen om naar animes te kijken? Je hebt 10 seconden. Ja, je bent koppig. Ja. Je hebt 10 seconden. Nou, ik sta open voor dingen. Wie heeft je ooit overtuigd van iets? Dead Note. Ook als dat de zon... Begin met Dead Note. Dat verhaal is niet normaal. Weet je, wat ik heb gemerkt? Mensen die anime kijken, die kunnen je niet overtuigen om anime te kijken. Je moet dat van mensen zoals mijn brein hebben, die niet echt zo overtuigd zijn. Ik kan zeggen van One Punch Man, dat is wel hard, snap je? Maar... Mijn vriend zegt, kijk Attack on Titan. Ik vraag hoeveel afleveringen zijn. Oh, 157. Ik zei, nee, maar doe normaal. Random, echt waar. Als je anime wilt zien, je moet daar gewoon echt een kans geven. En als je zo 3-4 episodes naar elkaar echt kunt zien, daarna je zegt, dat is de hardste die je ooit hebt gezien. Ik ben nu sowieso op zoek naar een alternatief. Gewoon doen. Ik ga eerlijk zeggen, broer, sinds België eruit ligt op WK, ik ga niet meer kijken, denk ik. Doe jouw kill nog steeds pijn? Wat? Jouw kill. Nou, ça va, ça va, ça va. Ik had gisteren sum, maar die ça va. Gilles, wat was jouw gevoel bij de... uitschakeling van België? Rot. Nee, eerlijk. Nee, echt rot. Er zijn dingen die ik denk, die ik niet kan zeggen, omdat toekomstige gasten gaan... maar rot. Nee, maar shout-out naar Doko. Als je finale wilt komen kijken, wel altijd welkom. Je bent welkom. Ik probeer jou te connecten via, maar het gaat redelijk moeilijk. Maar misschien, hopelijk. Nou, man. Hopelijk. Stallone, wat vond jij van België? En wat vond je van Italië? Ik vond Italië heel zakelijk. Sterke ploeg. België, ik had liever dat ze gewoon hadden, maar ik was niet overtuigd. En van geen ene wedstrijd eigenlijk van de Belgen. Ja. Als je eerlijk moet zijn. Dus, nu met uw speelstijl, want mam, je zegt offensieve speler, 1-1 actie, al die dingen. Ziet je jezelf in een ploeg als Italië spelen? Is dat iets waarvan dat je denkt van, ik zou daar wel willen spelen, ondanks dat ze heel tactisch, heel blok, heel zakelijk spelen? Ja, waarom niet? Als je ziet, hoe heet die flank? Chiesa. Ja. Chiesa, wel, ja, hij is ook toch ook een 1-1 man kunnen en zo. Dus hij deed dat wel goed. Dus waarom niet? Ja. Wat vond jij van de match? Hij wacht al sinds, broer. Hij wacht sinds gisteren. Sinds gisteren. We zijn op straat gegaan. Bro, we zijn op straat gegaan. Hij zegt, kom, we gaan nog kantoor-episode filmen. Dus, Brian, doe je ding. Atocha. Hij praat met haat. Nog steeds. Mag ik één ding zeggen voor je begint? Shout Doku, shout Boyata, shout Denair. Mag ik één ding zeggen voor je begint? Shout Benteke. Mag ik één ding zeggen voor je begint? Zeg het eens meer. Deze man zag dat Portugal eruit was. Hij zei de dag daarna, ik kan eigenlijk ook Italiaanse pas aanvragen. Hoofd van mijn moeder heeft dat gezegd. Wow. Daarom. Hij is een fout. Ik kan zoveel paspoorten verzamelen, bro. Hij is Thanos, mijn nationaliteit. Dat crazy zijn. Nee, maar hij doet zo en er is weer een nieuwe identiteit. Nee, hoe ik me voelde, bro. Nee, maar het ding is, kijk... De reden dat ik nooit voor België ga stemmen, is gewoon hoe dat ik word behandeld als black guy in België, snap je? Voor de rest, ik ben cool met het allemaal. Je gaat dat in al die andere landen niet hebben? Jawel, maar ik heb dat niet mee met die andere landen, wel in België. Oké. Okay.
Dus nee, ik vind, ja, het is fucked up uiteindelijk in de day, snap je? Maar de hype was too big. Dus daarom was je nooit voor België stemmen. Ja, man, nee, maar dat is scheuwig. Ah, ja, jij weet als een zwarte man. Moeim, ik ga niet te veel naar die kant gaan, maar jij weet wel. Ah, je bent daar zelf gegaan, hè? Ja. Ik vroeg over de match. You started it. Ik vroeg over de match. Je bent over, zelf, over de match zelf? Ja, man. Ah, bro, ik kan veel dingen zeggen. Dat, doe je ding, bro. Ik heb niks te zeggen op deze match. Ik vond de formatie een beetje raar. Oké, het zijn wel dezelfde spelers buiten Doku dan. Maar ik vond wel heel opvallend dat Doku de instructie had gekregen om echt op de flank te gaan spelen. Normaal gezien heb je mijn Carrasco of mijn Mertens, dat als ik die rol overpak, dat die meer naar binnen komen. En je zegt echt bij Doku dat hij echt de flank moest opnemen. En ik vond de rechterflank heel, heel open staan, omdat Kevin De Bruyne eigenlijk praktisch onder Lukaku ging staan. Mm-hmm. En dan had je moeilijkheden met Meunier. En de reden, denk ik, waarom dat Carrasco ook niet zo goed was, is omdat Doku ook heel die flank overpakte. Carrasco? Ja. Carrasco heeft niet veel minuten gemaakt. Doku. Nee, maar je zei ja, omdat Carrasco niet zo goed. Torin Hazard, ja, ja. Mijn bed. Ik denk daarom dat hij ook niet zo goed was. Omdat Doku al die ruimtes pakte op de linkse flank en hij ook die één op één wou opzoeken. En daardoor kreeg Torin Hazard moeilijker in de defensieve omschakeling en in balbezit zelf. Want hij wist zelf niet zo goed waar hij moest staan. Want jullie zeiden vaak, hij staat te laag. Maar omdat Doku, Doku stond al daar op die positie. Maar ik zag vandaag in een andere podcast dat Frédéric Dupré zei van oh, eigenlijk kan je dit geen gouden generatie noemen, want ze hebben niks gewonnen. Facts. Nee, maar op basis van talent wel, maar op basis van wat je presteert niet, inderdaad. De generatie is goud, want de vorige hebben ook niks gewonnen. Dus, vind je? Facts. Dat is de beste generatie, maar hebben ook niks gewonnen. We zijn derde geëindigd, dat is zo. Ja. Dat is wat jij gisteren zei. We verzilveren in de WK met bronzen. Dat klinkt heel mooi, hè, maar dat is gewoon een mooie manier om te zeggen we hebben niks gewonnen. Facts. Maar nou, ik ben sowieso... Ah, waarom moest hij Dennis Praat erin brengen? Ik ben wakker geworden, ik was aan het zweten, ik had rilling over mijn lichaam. Ik hou van Dennis Praat, dat is een goede jongen. Ik heb hem zien spelen bij Sampdoria, hij heeft zijn ding gedaan in dat systeem, want dat was een moeilijk systeem om te spelen. Maar kijk. Ik zie hem bij Leicester spelen, als hij speelt, doet hij zijn ding. Maar waarom moest Dennis Praat erin komen? Dat is zo'n ding, ik heb normaal altijd een excuus van, ah, maar hij staat daar, broer, Dennis Praat, zelf. Nee, maar ik had geen idee. Broer. Ik zeg jou eerlijk, broer, ik ga dat zo serieus mogelijk zeggen. Ik ga geen enkele speler bashen. Nee. Dennis Praat is ook gewoon een goede voetballer. Dat is waar. Ja? Maar Martinez, Roberto. Déjà, si on se croise, c'est mis pour toi. Maar op welk moment, als jij achter staat en je moet aanvallers inbrengen, of pas jij haalt een back eruit, een back die zich niet opgewarmd heeft, volgens mij. Bref. Op welk moment is Dennis Praat je oplossing? En hij zit ernaar, wist dat maar hij, ik meen dat. Na de wist hij zegt, ja, ik heb Carrasco niet gebruikt, want het gaat om profiel. En ik van, bro, maar... Carrasco heeft iets gezegd tegen die man. Maar wat voor profiel brengt Praten? Ik denk dat ze beef hebben. Maar ik heb een vraag voor jou. Welk profiel of welk type speler zou jij inbrengen als je 2-1 achter staat? Je hebt een Batshuayi, je hebt een Benteke. Ja, ik zou Batshuayi inbrengen. Of een Benteke. En dan nog een frisse flank die het verschil kan maken. Maar niet een Chadli die zeg maar al 2 jaar zeg maar, niet echt presteert, vind ik. En ook niet fit is eigenlijk al 2 jaar. Dan een praat die iets meer voor mij toch defensief speelt, zeg maar 6. En daarna nog een Mertens die voor mij, sorry, dat is niet meer een Mertens dat we gewoon zijn. Zijn juice is weg, toch? Ja, voilà. Nee, maar jullie mogen niks zeggen over Chadli, want de episodes dat wij zo over aan het praten waren over de selectie, zeiden jullie nee, ik wil hem meenemen, want hij heeft ervaring en nou, luister. Dus als jullie terugkijken naar die episode. Ik hoor niks horen. Jullie zeiden dat Chadli moet meegaan. Ik zei, ik zou brengen Anouzai. Ik ga zelfs want je hebt één op één, heb je iemand nodig. Luister. Ik ga zelfs snippets droppen waarin dat wij zeiden, Chadli is een guy die je altijd kunt gebruiken als je voorstaat en je moet volwassen spelen. We stonden niet voor. Maar we ik sta niet goed gevoeld. Ik sta nog altijd achter mijn keuze om hem mee te nemen, want je hebt gezien nu iemand valt uit op links, je kan hem inbrengen. Het enige wat ik van hem vraag is, warm je op, bro. Van mij mag je mee. Mais échauffe-toi. Doe die crème chauffante, massage, alles, bro. Er is staf. Lieven is mee. Adnan, je had gelijk. Hij moest meekomen. Je had gelijk. Maar Adnan, ik zeg eerlijk, hij sowieso, een speler als Janu zei sowieso, maar zie je het verschil dat Doku altijd heeft gebruiken. Zie je het verschil dat Doku heeft gemaakt? Ja. Zelf, je gaat nu langs twee flanken. Die 1-1. Ik ben met jou. Heeft Januzaj niet meegenomen, denk ik, omdat Januzaj al vaak in interview heeft gezegd, ik moet erbij zijn en ik verdien hem, blablabla. Ik denk dat Martinez sowieso niet de guy is die fan is van mensen die een mening hebben. Mm-hmm.
Dat verklaart volgens mij ook Carrasco. Like, ik heb geen enkele Carrasco andere, sowieso iets. Ik heb geen enkele andere. Ik heb geen enkel ander idee waarom dat je Carrasco niet zou hebben gebracht. Of hij moet niet fit zijn geweest. Of er moet een blessure zijn geweest. Nee, waar we niet van weten. Carrasco sowieso. Of hij moet onzeker zijn geweest. Of er is iets gebeurd in zijn privéleven. Want c'est jamais. Ik hoop voor hem van niet. Ik hoop voor hem dat alles goed is mee. Maar volgens mij is er toch iets. Carrasco sowieso iets gezegd. Ik ken niet anders, bro. Ken niet, bro. Ik weet niet, bro. Zo'n Nengolan geval. Zo. Hij heeft iets gezegd. Maar wat denken jullie dan? Ik kijk nu naar de twee Bali-mannen. Denken jullie van. Je moet je mond houden tegen de coach, of als je iets wil zeggen. Want uiteindelijk, wat kan hij gezegd hebben? Uit frustratie. Een speler mag toch gefrustreerd zijn? Ja, maar als je dat meestal overbrengt naar een coach of zo, dan... dan ga je op de bank, hè. Dan heb je de bank, dan ga je niet spelen. En zo, wat er nu gebeurt met Carrasco. Want ik heb ook hetzelfde, weet je, zo als mensen zo ze worden gewisseld. Ik denk niet dat hij geblesseerd was of zo. Er is waarschijnlijk iets gezegd geweest of... Of hij is misschien te laat gekomen op ik weet niet wat, snap je? En daarom heeft hij misschien niet gespeeld. Dat is wat ik denk. Hè? Ja, want ik heb dat zo, weet je, als spelers worden gewisseld en ze gooien truitje weg. Mensen zeggen van, oh, je mag zo niet reageren. Maar cool. Ik zeg, op welk moment wil je dan een speler blij is dat hij van het veld gaat? Maar weet je nog in die wedstrijd voor de derde plaats op het WK? Ja. Toen Romelu werd afgehaald. Mm-hmm. Hij was boos. Hij zei, oh, je moet niet zo boos reageren. Cousin. En we waren toen al niet meer voor niks aan het spelen. Maar dat is een winnaarsmentaliteit dat je moet hebben. Als je als speler eraf wordt gehaald, als je achterstaat en je gaat iedereen een handje geven en blij zijn, dan ga ik zoiets hebben van, ah, laat deze jongen vanaf nu van de bank komen. Want hij is toch blij met een paar minuten. Ja, maar kijk. Je kunt niet altijd reageren, stuur. Nee, je kunt zeker niet altijd. Ik heb daar ervaring mee. Dat ik eraf ga, zeg maar, en dat ik reageer. En dat je dan in de week, zeg maar, op gesprek moet met de trainer. Van de wedstrijd speelt je niet en zo. Dus ding is gewoon met ouder worden leer je van: oké, weet je wat, ik ga er gewoon af en daarna ga je met de trainer praten of je gaat in de kleedkamer boos zijn. Maar als je dat zeg maar. Maar niet in publiek. Ja, als je dat voor de mensen doet, voor de camera's en zo, dan. Het is respect, hè? Ja, snap je? Nee, maar ik kon nog één ding zeggen. Je weet, ik trek de lijn altijd door op iedereen. Mm-hmm. Maar waarom was Lukaku met De Bruyne niet zo goed? Waarom waren ze niet zo goed? Kijk, ik vind. Ik ga eerlijk met jou zijn. Niet naar mij wijzen. Ik wijs naar jou. Ik ben mijn barrikoe. Ik heb geen vraag. Luister. Mijn ding met Lukaku zijn match, ben ik 50-50. Pas als hij nog twee keer prikt, zegt niemand dat hij slecht heeft gespeeld. Nee, we doen niet aan als, broer. We doen niet aan als. Nee. We doen niet aan als. Hij heeft niet geprikt. Dus... Nee, maar hij heeft die kansen wel gehad. Dus om te zeggen, hij heeft een slechte match gespeeld, kan ik niet zeggen. Maar waarom de spits heeft hij doen? Niet geprikt wanneer hij moest prikken? Je suis d'accord. Hij heeft niet slecht gespeeld. Maar hij heeft niet slecht gespeeld. Hij heeft op de defensie gewogen, volgens mij. Volgens mij. Sneerig, je bent fans. Het is bijna een Spa-Frans, hè. En De Bruyne, heeft hij een slechte match gespeeld? Ik vind meer van... Minder als normaal. Ik heb meer iets van... Was lage blok, iedereen stond laag, heel middenveld stond laag. Ik kan niet zeggen van hij heeft een slechte match gespeeld. Er zijn andere boys die een slechte match hebben gespeeld. Laag blok, maar zeggen we niet al jaren dat je de best counter in de ploeg zijn? Dan moet je een laag blok. Dus je zegt laag blok, moet je dan juist beter spelen. Ja, maar ik fuck niet met die, we zijn counterploeg, dit, dat is poesie. Nee, maar dat is. Maar dat is de realiteit. Dat is de realiteit in deze ploeg. Hij is de bal op. Nee, maar ook van nu mentaliteit. Maar onder Martinez zijn we een counterploeg. Oké, Gil. Nou, maar ik zeg wel, als ik Martinez tegenkom. Wat is het erop dan? Mijn tik. Lukaku De Bruyne. Maar eerlijk zijn. Heel eerlijk zijn. Ik ga vanaf achter beginnen. Geen zigzag. Courtois. Ik kan niet veel zeggen daarover. Heeft zijn match gedaan. Ja. Alderweireld? Nee. Vertonghen? Nee. Vermalen was Salaes. Heeft zijn match gedaan. Tielemans vond ik niet goed genoeg. Facts. Hij laat Insigne te gemakkelijk gaan omdat hij al geel heeft gepakt. Op die actie wel, maar Tielemans-Witzel kan ik niet blamen omdat zij veel te laag moesten staan volgens mij. Dus op dat vlak Martinez gefaald. Okay. Wel respect Witzel, man, voor het toernooi dat hij heeft gespeeld. Ja. Voor terugkomen van blessure. Ah ja, nee. Zeker. Toe meer respect, Messi. Meunier. Meunier. Ik kan me niks van Meunier herinneren. Maar van dit hele toernooi. Ja. Nou, die match dat hij is ingevallen heeft hij goed gespeeld. De eerste. Welke match? Tegen Denemarken? Nee, Rusland. Ja, de allereerste was hij goed. Ah, wow. Wanneer Castagne. Thorgan Hazard. Nee. Onbestand. Deze match, ja. Onzichtbaar, ja. De Bruyne, niet goed. Mm-hmm. Niet goed genoeg. Lukaku, niet goed genoeg. Maar je moet het hem geven. Hij stond vaak op een. Wacht, hij heeft vaak op een eilandje staan. Is dat waar of niet? Ja, dat is waar. Hij heeft tegen het beste centraal verdedigende duo. Voor mij op deze planeet momenteel gespeeld. Planeet. Ja, dit is ver. Wie nog? Wie anders? Planeet. Wie anders? In clubverband. Planeet. Cellini, Bonucci, wie anders? Wat? Ah, bro, normaal, man. Zij dat voor het toernooi ook? Zij voor het toernooi? Ah, voilà. Nee, okay, maar op dit moment. Ah, mon frère. Mon frère. Op dit moment, wie is er beter? Ah, broer. Geef mij Bruno Diaz en Stones, hè.
Kunt jij verder gaan naar die volgende speler? Geef mij Virgil en Joe Gomez wanneer ze fit zijn. Als zij fit zijn, ja, maar ze zijn niet fit. Ah, Fonjain. Ja, maar op dit moment toch? Oké, oké. En dan Doku. Ja, maar ja. Doku is mijn guy. Weet je wat het ding met Doku is? Ik heb heel veel mensen gezien die al de kritiek hadden van. Oh, hij heeft geen statistieken. Er zijn maar 3 spelers in de league in zijn leeftijdscategorie die beter qua statistiek hebben dan hem. Dus daar, déjà, Arret. Ook al, hij heeft een bijna assist, een bijna pre-assist en een bijna doelpunt op zijn naam. In de 50ste, in de 55ste en in de 60ste minuut. De jongen heeft een goede wedstrijd gespeeld, maar het is een beetje honteux, een beetje schandelijk eigenlijk, dat je gouden generatie, al deze guys van de jaren 90 zijn aan het leunen op deze jongen van 2002 zijn snelheid. Hij heeft een goede match gespeeld, hè, maar dat is niet wat. Die generatie moet dat niet van hem verwachten. Ik denk dat mensen hem gewoon moeten respecteren, bro. Sky laat volwassen mannen vallen, bro. Hey, heeft iedereen heeft mensen. Hij laat volwassen mannen vallen, bro. Lukaku, ik hou van jou, maar je was niet goed. Je hebt gechoked op bepaalde momenten dat je moest presteren. Ik fuck met jou al jaren al. Maar dit was echt slecht. Nee, niet echt slecht, maar het was niet Choke goed genoeg. Choke is veel gezicht. Bro, nee, sorry. Bro, bij mij ben je top 5 spits. Maar zo'n kans moet je gewoon afmaken, bro. Geen excuus. Spinazzola was daar. Nee, maar die moet je gewoon afmaken. Dat was tegen Italië, vriend. Liga. Ah, bro, maar je krijgt 3 kansen voor doel, bro. Kijk, weet je, ik had Italië ook onderschat. En de Bruyne, Pogba is beter dan jou. Ik had Italië onderschat. Maar die waren echt goed, man. Die waren echt... Zijn zakelijk. Topploeg, business. Ja, business. Echt zakelijk. Verdediging, geen foutjes van voor. De kans dat die moesten afmaken, heb die afgemaakt. Dat was gewoon zakelijk van mij. En Verratti was sterk. Ja. Nou, middenveld was daar. Verratti, is hij beter dan Witzel? Ik denk dat Verratti een betere voetballer is dan Witzel. Ja. Maar dat Witzel waarschijnlijk nuttiger is. Kijkers. Witzel is waarschijnlijk nuttiger, want Witzel gaat in meer systemen kunnen spelen, meer posities. Maar Witzel, als je trainer bent, je hebt nog 1 positie. Witzel of Verratti? Ah, Verratti, broer. Hoe zit jij? Maar wie is de rest van mijn ploeg? Nee. Gewoon ja, die 2 spelers. Hij doet altijd, ja. Ja, dat hangt van die ploeg. Je weet dat even was. Je weet dat even was, maar hangt van Verratti, die ploeg. Wie gaat je pakken? Ik ben heel eerlijk. Dat hangt echt van die ploeg af. Want er zijn momenten dat ik Witzel zou pakken. Er zijn momenten dat ik Verratti zou pakken. 1-1, bro. En ik heb geen andere invloed. 1-1 Verratti. Ik pak Verratti, ja. Kijkers. Jij doet alsof jij ons hebt bijgeleerd. Jij doet alsof jij ons hebt bijgeleerd. Nee. Hij praat met zijn haters. Hij praat met de comment section van Miet. Ik had gelijk. Is Donnarumma beter dan Courtois? Gewoon Vitve. Nee. Nee, is gewoon een vraag. Gewoon een vraagje. Nee. Ik zeg nee. Nee, Courtois is een boze jongen. Ik kan gewoon polsen. Maar ik wil iets inpikken op iets van daarnet. Hij zegt van, weet je, zo reageren op coaches, je moet daarmee opletten en zo. Je bent de oudste van je broers, toch? Ja. En je hebt 3 broers na u die nog voetballen ook. Mm-hmm. Wat geeft je mee als tips? Wat heb jij geleerd dat je nu zegt tegen je petits van, kijk... Tips? Ik zeg gewoon, doe niet zoals mij. Doe niet... Maak niet dezelfde fout als mij gewoon. En wat beschouw jij als een fout? Als je één ding kan zeggen... Weet je wel, dat is jammer dat ik dat ga zeggen, maar meestal je eigen mening zeggen, zeg maar. Je moet altijd je eigen zijn, hè. Maar... Soms moet jij weten wat je wilt zeggen. Je mocht zeggen wat je wilt zeggen en zo, maar je moet ook weten hoe. Snap je? En wanneer ook. En dat was bij mij vaak, zeg maar, een fout, zeg maar. Bijvoorbeeld na een match, ik ga direct na de match naar de trainer. We hebben misschien verloren. Zeg je, iedereen is boos, iedereen zit weer. En ik kan direct praten over mijn eigen wedstrijd, snap je? Ja. Terwijl de ploeg heeft verloren, snap je? En dat was slecht. Nee, dof is. Nu, daarnet zeg je ook iets interessants. Je zei van, eigenlijk ben ik soort van toevallig in voetbal gerold. Wat bedoel je daarmee? Ik heb het geluk gehad dat veel jongens, zeg maar, echt voor werken, zeg maar. Snap je bedoel? Er zijn echt jongens die echt voetballer willen zijn. Of wouden zijn, zeg maar. Ik wou dat ook, maar na een bepaalde leeftijd had ik iets van... Weet je, kijk. Ik ben 18. Ik speel nog niet in de eerste ploeg. Ik heb geen money, niks. Weet je, fuck it. Ik ga werken of zo. Ik ga gaan werken. Ja. Ik ga werken en ik doe school of zo. Of ik ga lager gaan schotten. Ik heb dat gedaan. Of moet ik dat je maar vertellen? Ja, doe je ding. Voilà. Pardon, even drinken. Theetje. Take a shot. Nee. Dus... gewoon als jeugdspeler begonnen bij Mechelen. Mechelen ging naar Faï, ik ben naar Genk gegaan.
ging tot mijn 16. Ik heb daar tot mijn 16 geschot. Op school, moeilijke jongens aan me. Ben ik dan weggeschot bij Genk. Ben ik naar Gent gegaan. In Gent kon ik mijn laatste jaar contract tekenen. Maar toen ben ik naar PSV gegaan, omdat dat een betere contract was. PSV een beetje in een zijspoor, omdat die, dat was dat jaar met Djudjak, Afellay, al die mannen in de eerste ploeg, dus dat was een dikke ploeg. Dus geen kans. Oké, dan ben ik naar Spanje gegaan. Spanje 2 jaar. Leonessa, hè? Ja, Leonessa, inderdaad. Graaf. Echt, ja? Echt leuk. Ja, echt leuk daar. Is in Barcelona? Zo. Nee, dat is dicht bij Valladolid. Nee, dat is niet in de buurt. Okay. Dat is echt ver. Oké, maar bij. Ja, als ik was 19 of zo, 19, 18, nee, 19, 20, 21 of zoiets. En dan, ja, en dan in Spanje was er die, hoe heet dat? Comment dire, gewoon ja, veel ploegen gingen failliet en zo. Ah ja, kut. Ja. Voilà. Dus die gingen failliet en zo, dit dat. En ik moest terugkomen. Maar ik kwam niet terugkomen, want ik had daar echt aan mijn zin en zo. En de voetbal lag mij wel en zo. En ik had dat zo een beetje gerokken, zeg maar. Ik moest eigenlijk normaal gezien in juni terugkomen, ik ben in augustus pas teruggekomen. Maar in augustus zijn alle ploegen vol in België. En dan ik zeg maar zo getekend in een vierde klasse ploeg. En ik had iets van, ja, weet je, vierde klasse, dat is niet mijn niveau en zo. Dat ik kom van Spanje, tweede klasse en zo. Ik heb daarom getekend en dat contract was ook niet interessant. Dus ik zei, weet je wel, kijk, om dat te compenseren, ga ik gewoon werken. Dus ik werkte. Waar ben je gaan werken, mag ik vragen? DSV Puurs. Nee, wacht. Ik ben begonnen in Caterpillar Wilvoorde. Ken je dat werk of niet? Dat is zwaar, man. Dat is training op zich. Heb jij gewerkt? Dat is training op zich. Ik zeg jou eerlijk, deze guy, broer, toen we jonger waren, yeah. Ik sliep bij hem weekend, bro. Ik zie hem 4 uur s'nachts, hij wordt wakker. Ik hoor gewoon deze. Broer, hij doet die boots aan, die Caterpillar boots. Bro, Caterpillar, dat is zwaar. Dat is erg dan training. Dat is letterlijk 8 uur fitness. Wat dat is 8 uur fitness. Dat is mooi, man. Ja, was dat je eerste job? Ja, dat is mijn eerste job. Ah, ja, ja. Toen wist je, ik ga nooit meer werken. Ah, frère. Nee, dankjewel, want ik heb nog gewerkt. Daarna ben ik naar DSV Puurs gegaan. Dat was zo rustig en zo. Mm-hmm. Maar dat was niet leuk, zat je? Daarna zei ik van... Daarna was er zo'n man die mij zo aansprak en zo. En die zei van... Maar Verité, jij bent beter als veel flanken, zeg maar, in eerste klasse en zo. Weet je wat? Concentreer gewoon 1 jaar. En dan zit je, en dan zie je wel. En ik pakte hem zo eerst niet serieus en zo. Hij zei, weet je wat, ik kan je trainen. Hij begon met te trainen en zo. En die man heet trouwens Patrick Dixie. Zal dat naar hem? Ja, sowieso. En die begon met te trainen, fitnessen en zo. En gaan lopen en dit dat. Hij heeft mij 1 jaar getraind. En wij speelden zo tegen Antwerpen in de voorbereiding. En er waren zo mensen van in de club daar toen zeiden van ja, je speelt de beste linksbak van tweede klasse, dit, dat, ik weet niet allemaal. Mm. En is van steentjes staffen. Je hebt een beetje gescheurd, hè? Ik heb het Ik heb die gebied, man. Voor mensen die niet weten wat bier betekent, ik heb die echt... Hij heeft die kapot man, gemaakt, bro. Man, sinds veel... Donk, na de wedstrijd is van... Ah, staal, doen. Hij heeft me nooit vergeten, deze man. Na de wedstrijd komt... ik weet niet meer, die man. Karel Gerard of zoiets. Ja, Karel Gerard. Ja, zeg... Limbombe, ik zeg, ja. Zeg, hoe gespeeld? Ik zeg, denk je, ja. Wat doet jij volgend jaar? Ik zeg, ik weet niet. Wat doet jij nu? Ik zeg, wat bedoelt jij? Ja, ik ben hier gewoon. Nee, wat doet jij? Zeg maar, werkt je af? Ik zei, ja, ik werk in DSV en ik kom s'avonds trainen. Ik zeg, heb je geen zin om volgend jaar eens bij Antwerpen te komen? Ik zei, ja, geef je. Ik was toen 22. Okay. Ik was 22 toen. Dus ik moest mij zeg maar, 1 jaar focussen. Zeg maar, en dan zei ja. Ik zei, van, ja, heb je geen zin om naar Antwerpen te komen? Ik zei, oké, dat was goed. Ik had dan in januari al getekend in Antwerpen. Dan heb ik gewoon dat jaar afgemaakt bij dinges. Ik ging ook niet meer werken en zo. Dat was geen topcontract, maar dat was toch beter dan zeg maar, waar ik speelde en werkte samen. Zat je. Dus ik zei van, weet je, ik ga dat gewoon doen. Dus, en zo is dat gewoon... ik heb niet echt zo die carrière gehad van...
van bijvoorbeeld mijn broer Anthony, die zeg maar op 16, snap je, zeg maar. Genk. En Brian gedeputeerd ook. Is Brian ook, Maxime ook, snap je? Allemaal gedeputeerd op jonge leeftijd en zo, dat ik niet. Wie is de beste? Dat vraagt iedereen, of ik snap dat niet. Iedereen zegt altijd de jongste. Zeggen, de jongste is de beste, daarom. Nee, maar zeg de waarheid. Nee. Wie is de beste in die Bombay? En vérité, wij vier, als we bij elkaar zitten, we weten wie de beste is. En wie ze? We gaan dat nooit zeggen, plus. Oh. Je weet niet, frère. On en famille. Nee. Maar ik weet wie de beste is. Wie? Merci. Jij weet dat. Ik weet dat. Ja. Wie? Man, na de episode wil ik weten wie hij gaat. Kijk, als... Kijken. Hij gaat er niet zeggen, maar ik weet. Als alle vier bij elkaar zitten, wij weten van, oké, hij is nummer 1. Hij is Jogo. Hij is Jogo. De manier hij dat zegt. De manier hij dat zegt. Oh, kijk. Help me. Ik weet wie. Weet je wat ik wel hard vind, bro? Hij is gek, man. Je merkt altijd jongens die een ander parcours hebben en die in hun voetbalparcours even gewerkt hebben. Die weten we. Ze appreciëren Bali. Mensen die om 6 uur gaan werken. Nee, dat is harder dan voetbal. Weet je wat dat is om 6 uur werken? Opstaan om 5 uur, donk in je goede slaap. Nee, maar kijk je die goede slaap van 4 tot 6? Niet meer slaap daar. Donk je wekker gaat. Om het op gaan staan. Mzie. Dat is hard, hè. Dat is mzie. Hoeveel keer dat ik dacht van... Ik kan me gewoon ziek melden en zo. Maar daarna dacht ik van, in vérité, als ik niet ga werken, heb ik vrijdag geen geld van interim. Zat je? Nog je salade, ik ga thuis blijven. En plus, dat is die wekelijkse betaling. Ja. Woensdag. 3,50 elke week. Toen was ik dacht van, oh, mijn vriend, ik heb poor en zo, ik heb geld. Gewoon. Dat is zo, man. Ik zei, nee, vroeger, dat was echt... Ja, man. Daarom dat ik zeg dat ik heb gewoon een ander... Moet ik dat zeggen? Of ik heb dat anders beleefd, zeg maar, als alle voetballers en zo. Ik had niet opgegeven of zo, maar ik had iets van, mooi, als dat komt, komt. Als dat niet komt, dan er is wel iets anders. Nee. Merk je daardoor ook, ben je al bezig met wat je na je carrière gaat doen? Want ik heb vaak bij guys die zeggen wat jij nu zegt, die zijn ook al bezig met, daarna, ik weet dat ik heb geïnvesteerd in dat en ik weet dat ik bij hem ben. Heb je daar ook al? Wat moet je weten? Investeringen? Of nee, maar ben je er actief mee bezig gewoon? Ja, ik ben... Okay. Maar wat investeren bedoel jij? Maar je moet dat niet zeggen. Oh nee, wat je gaat doen als Bali stopt. Maar je gaat niet voetbal blijven werken, denk ik. Sneakerstore open doen, anime winkel. Je bent geen trainer? Nee, ik ben echt geen trainer. Maar ik wil wel die diploma kan halen dat die allemaal hebben. Gewoon, je kunt dat fietsen halen. Direct UEFA. Dat wil ik wel doen. Dat wil ik wel doen, gewoon om dat te hebben, zeg maar. Gewoon om te flexen. En dan kun je nog altijd ergens die assistent worden. Dan heb ik misschien assistent, paf, of spitsentrainer of zo. Allee, ik kan niet scoren. Voorzitter. Nee. Maar gewoon als jeugdkoop, bijvoorbeeld bij U18 of U19, zeg maar. Die jongens die zeg maar die de stap moeten maken naar eerste of zat je? Hun een beetje bijcoach, want daar gaat het meestal mis bij die jongens. Welke ploeg? Je kunt gewoon nu snel even. Bij wie dat ik dat zou willen? Ja, de Antwerp of hoe? Antwerp bellen. Antwerp of KV Mechelen is ook die bij thuis. Antwerp, KV. Connect onze guy. Denk we gaan bellen voor jou straks. Denk voor die jongetjes die een beetje zat, die een beetje moeilijkheden hebben. Ja, Mobulu. Ja, maar want, zo belangrijk, hè? Zo ja, want mentors meestal. Want wat ik altijd gemerkt heb, die jongetjes zeg maar, maken meestal het verschil. Maar die worden slecht begrepen. Zat je? Misunderstood. Ja. Ik heb gewoon. Ja. Da, man. We zien dat niet, dus allee, ja, de zomer, we zien dat niet. We doden, maar is niet visible, bro. Veel jongens zijn gewoon onbegrepen. Er is nog één vraag die ik daarover wil stellen. En die stellen wij aan alle voetballers die hier komen. Wie is de beste waarmee je hebt samengespeeld en waartegen je hebt gespeeld? De beste waar ik mee samen heb gespeeld? En je mocht niet de broer antwoorden die het beste is. Want... Nee. Pietroipa. Dat is een naam dat ik vergeten was. Hij was de Hamburg. Burkina Faso. Die heeft in Afrika gebied. Hij was wel de Hamburg. Hamburg ook, denk ik. Ja. En het ding is, wat ik zelf in hem is, die is even groot als mij, maar die weegt misschien 50 kilo of zo. Maar pak de bal van hem af, alsjeblieft. Impossible. Dat is de beste met. Ja, met. En tegen. Welke baklings dacht je van hem? Oh, ik weet er eentje. Zo zal niet die van Antwerpen. Jelle. Toen je op Antwerp hebt gespeeld. Ja, die heeft je gescheurd in de tackle, hè? Die heeft mij gebroken. Ja, Jelle. En Clinton Matta. Ah, hij werkt, hè. Hij is lastig, Matta, hè. Matta is die ga je niet gerust laten.
Maar dat is warm. Je gaat die voorbij, maar je voelt zijn adem gewoon niet zien. Weet je wie dat is? Ja, ja. Lokeren toch? Oh, Tutada. Oh. Nee, maar zeg je, dat is echt de club, want je bent niet aan het plassen. Tot Tutada, bro. Clinton Matta, bro. Hij zegt Lokeren. Weet je, Lokeren Temps is de tweede amateur, hè? Lokeren is failliet. Die zit weer in de tweede amateur. Vroeger toch? Hij heeft daarna toch transfer gedaan. Nee. Maar hij denkt dat dat Chimanga is. Nee. Matta was niet bij Lokeren, bro. Nee, man. Matta is niet van Lokeren gekomen. Chimanga was Lokeren. Waar zit hij dan, Clinton? Bij Charleroi? Ja? Ah, mooi. De même couleur. Nou, zelfde kleur, bro. Een peu de respect, bro. Toch wit, bro. Nou, een peu de respect, bro. Ik ga deze vanaf nu overal nee, gebruiken. Ik weet wel, maar weet je waar hij nu waren met twee. Nee. Maar er waren met twee. En eentje is naar Engeland gegaan. In diezelfde ploeg, die waren met twee. Huh? Eentje is naar Gent gegaan en daarna denk ik. Hij is nog naar Gent gegaan, bro. Jawel, bro. Eentje naar Gent gegaan. Broer, die waren met twee. Jij praat over andere spelers. Luister gewoon. Die waren met twee bij Charleroi. Ik weet niet wie, waren twee black guys. Eentje is naar Gent gegaan en daarna die van Gent is naar buitenland gegaan. Nee, samen. Zal ik wat is naar Gent gegaan, bro? Welke spelers waren dat? Bro. Ik zweer, wij kunnen geen enkele speler naar Gent gegaan, bro. Nee, bro. Weet je wat Clinton Matta nu? Nee, niet opzoeken. Die guy heeft een. Wat was zijn positie? Flank, broer. Aanvallend verdedigend? Aanvallend, broer. Nee, we praten over een rechtsback. Naar Gent? Atto, ik ga zoeken. Of hij speelt bij Club Brugge. Atto, ik ga zoeken. Oh, wat is dit? We hebben inhoudelijke discussies met iemand die niet weet dat Clinton Matta bij Club Brugge broer, speelt. Broer, ik ken de helft van de gasten zelfs niet, broer. Nou, dat is waar. Hij kent niemand, broer. Behalve ja, wie kent hij dan? Moussa. Maar de guys die hij zelf brengt, kent alleen de guys die in die school hebben gezeten. De guys die hij zelf brengt, kent hij. Wacht, maar kunt je zijn broers noemen? De voornamen van zijn broers? Anthony, Maxime. De jongste ken ik niet. Maxime is de jongste. Ah, sorry, de ene ertussen ken ik niet. Brian. Ah, Brian. Ah, jawel. Gink. Jawel. Ik heb al met hem gesproken. Staat daar. Oh, my bad. Brian is nu de selectie van Loker van 2014 aan het opzoeken. Hè? Maar nu dat Brian daar aan het opzoeken is, wil ik het ook toch terug naar het EK brengen. En het hebben over de andere matchen. Ah, dingetje. Ja. Wie was het? Wacht, geef me nog een minuutje. Dat je staat daar. Maar ik wil het even over de andere matchen van het EK. We hebben vandaag naar Engeland gekeken. En ook Denemarken is door naar de halve finale. King Harry. Zijn jullie overtuigd in Engeland na de match van vandaag? Ik snap niet hoe deze ploeg geen Heb je gezien wat die terrorist van Pickford heeft gedaan? Hoe heeft hij nog geen tegendoelpuntje incasseerd op dit EK? Nou, bro. Ik zou die keeper niet in mijn ploeg willen, man. Met alle respect. Als verdediger krijg je toch ook gewoon stress als die gast achter je staat? Agendas, broer. Agendas. Als Harry Kane EK wint, ik ga de laatste episode zo irritant zijn, broer. Benzema gaat mezelf bij gaan zeggen. Ja, fuck you. Bro, we gaan u ineens uitnodigen. Broer, ik ben hier. Smash ook. Dus je bent altijd irritant. Dus. Nee, maar dan ik ga wij zijn ready. Dan ik ga irritant zijn. Wij zijn ready. Broer. Maar Stallone, denk je dat Engeland kan winnen? Ja. Yeah. Gewoon ja, broer. Nee, man. Nee, ik denk het niet. Het is een half finale, maar je denkt dat die niet kunnen winnen. Ja, maar dat kan ook. Zware wereldbeker ook. Als ik nu vraag van ja, kan Denemarken winnen? Ah, zot, broer. Voilà, of je? Krek. Nee, ik denk dat Italië gaat winnen. Dat die gewoon... Te sterk, te zakelijk. Nee, hun zijn gewoon op hun money, eigenlijk gewoon business. Gewoon. Ja. Kom, de match... Als we 1-0 moeten winnen, moeten we 1-0 winnen. Als 2-1, we winnen gewoon. Ja, tof. Daarna gaan we naar huis. Denk je niet dat Spanje iets kan doen tegen dit Italië? Ik zie Spanje niet graag spelen. Ik weet niet, man. Bro, saai, hè? Ja, frère. Voel je. Finale Engels. Bro, heb jij gezien wat Cellini en Bonucci met Lukaku hebben gedaan? En denk je dat ze schrikken van Morata? Ah, of van Gerard Moreno? Maar Morata kent hun. Dat is een andere... Morata kent hun, hè? Ja, zij kent hem. Andere profielen. Ik denk dat hij graag tegen Lukaku speelt, omdat hij ook zeg maar in het duel gaat. En zo, zeg je. Nou. Ik denk dat ze schrikken. Ik denk wel dat ze op voorhand schrik hadden van Lukaku. Ja, tuurlijk. Ik zou ook schrikken tegen Maar ik denk dat ze... Achter hem, van de bal. Is de bal niet op voet? Staat in bewegen. Ja, bro. Maar ik denk dan wel, weet je, ze zijn niet de snelste verdedigers. Morata is wel, oké, hij staat heel veel offside. Daarom, hij is te snel. Hij is wel iemand die ruimte zoekt. En als hij één keer door is, kan hij wel prikken. Zet al jullie spaargeld, al het geld dat jullie opzij zit, voor een huis, appartement, maakt niet uit, zet dat op Morata minstens 5 keer offside. Ik ga jullie eerlijk zeggen,
Een paar weken geleden is deze boy met Bitcoin en crypto begonnen. Zijn tweets waren heel depressief. Ik volg geen money talks van Jules, bro. Hij zag zijn money zo Hij was op die Dogecoin. Wow. Wanneer Elon Musk met jullie aan het fokken was? Kijk. Ik heb net gezegd. Wie zijn de spelers? Wacht. Kijk. Tomata speelde bij Club Brugge, toch? Ja. Dat was een guy die bij Club Brugge ook speelde op dat moment. Dat was Wesley. Hij is naar Premier League gegaan. Maar bro, hoe heb jij de link tussen Wesley en Clinton Matta? Heb je de link tussen Charleroi en Wesley gemaakt, bro? Nee, bro. Jullie zijn tegen mij Charleroi, maar hij heeft ook bij Brugge gespeeld. Ik weet niet. Hij speelt nu bij Brugge. Dat is wat we tegen jou zeggen. Nee, toen. Toen wat? 2018. Hij was daar. En ik zei, ik ken deze guy. Maar van tevoren ook, bro. Ik ken hem zo van extra time en shit, bro. Bij welke ploeg speelde Clinton Matta toen jij tegen hem hebt gespeeld? Brugge. Waar praten jullie? Oh. Over wat praat jij, maar bro? Jullie zegt iemand, jij kent hem. Ik zeg, er was toch één guy, hij was in de ploeg, ze zijn samen naar Engeland gegaan. Weet je wat het ding is? Deze is goed voor YouTube-comments, want er is geen enkele aflevering dat je gewoon logisch nadenkt en gewoon dingen zegt die sens maken. Broer, daarom dat die YouTube-comments Wesley, Wesley was naar Aston Villa gegaan. Ik zeg, dat was een guy in dezelfde ploeg, hij is naar UK gegaan. Je hebt gezegd in Charleroi. Broer, ik ken die ploeg of zo. Oh. Is dat de backdrop van Club Brugge? Nee, ik zei van voor. Je bent flankspeler. Plus, je bent lokkere. Je hebt flankspeler gezegd. Broer. Je hebt flankspeler gezegd. Wesley is een targetspits. Je hebt flankspeler. Ja, oké, bro. Maakt niet uit. Wesley op 11. Mijn statement was... Je statement was iemand is naar UK gegaan. Ja of nee? Je hebt toch gezegd? Ja. Ik had gelijk. Maar daarom zeker niet, want hij heeft een beetje gelijk. Ja, wij hebben niet gelijk, bro. Weet je wat ding is? Hij is fout, maar wat hij... Hij brengt dat overtuigend. Nee, hij heeft goede argumenten, maar zijn stelling is fout. Dat is altijd zo. Elke dag zijn we met hem, hè? Elke dag een opname. Ik begrijp dat we moeten. Elke dag zegt hij iets. Ik heb begrepen dat elke dag je tassen thee wordt gedronken zoals jij die nu drinkt. Iedereen drinkt je nee. Dames, was hier halve finales. Pronostiek. Italië, Spanje en Denemarken, Engeland. Oh. Italië wint met 2-1 van Spanje. Business. Engeland wint met op penalties van Denemarken. 2-1. Brian. Jules, wacht. Bro, je kan de episode gewoon herbekijken en dat opschrijven. Ja, dat hoeft niet live. Stallone, kan je op ons stiekje, alsjeblieft? Engeland wie? Denemarken. Italië 2-0. Oké. 2-0. Engeland 1-0. Winnen? Ja, winnen. Fire. Spanje wint. 1-3 tegen Italië. Je zegt dat gewoon voor saus. Donnarumma heeft nog geen enkele keer 2 tegendoelpunten gekregen, maar nu ga je er 3 krijgen. Je zegt dat gewoon voor saus. 1-3. Bro. Zeg ineens hat-trick Jordi Alba. We hebben genoeg clickbait met jou. Geef zeg wat je echt denkt. Hat-trick De Gea. Morata ga 1 keer scoren. Is hij met De Gea? Hij zit op de bank. Sarabia ga 1 keer scoren. En dan zo'n vrouw de goal van Pau Torres met zijn enkel. Dus we zeiden 3-1. 3-1. Op plus, Engeland zegt je dat iemand met zijn enkel gaat scoren. Dat enkel, teen. Engeland. Engeland. 17-0. 3-0 Engeland. Pakjes, bro. Kijk, broers. Pakjes, bro. Wacht. Je hebt vier keer zien spelen. Kijk, dus Oekraïne, bro. Kijk in uw camera en zeg pakjes, bro. Het is niet hetzelfde. Bro, tegen Oekraïne, bro. Dat is niet hetzelfde. De hele verdediging was Schenko. Wie is best speler van Denemarken? Wie is best speler van Denemarken? Van Denemarken? Ja. Dolberg. Nou, ze hebben een team. Delaney. Nee, maar wie is best? Ze hebben een team. Oh, niet was ik Dolberg of? Dolberg speelt bij Denemarken. Brave Wave. Wie is best speler? De beste speler, bro. Een keeper. In hun verdediging Kjær. In hun middenveld Højbjerg. En van voor geef ik... Hangt er vanaf hoe ze gaan spelen. Brave Wave. Nee, ik fuck niet met hem, hè. Frazier, ik ben een Barca-fan. Hij speelt niet slecht. Nou, red. Hij speelt niet slecht. Bro, Barca is hem zie. Ik zie hem spelen met nummer 9 bij Barca, bro. Ja, maar dat is een andere mening. Dat is een andere podcast. Dat vind ik wel keer. Bij Barca is hij niet goed. Zat je maar... Broer... Denemarken is een team. Denemarken is zoals Italië, dat is een team. Harry Kane gaat chappen die dag. Broer, mijn pronostiek, ik zeg je. Heeft al evenveel doelpunten als Chic of... After 3 nu. Beste. En Chic heeft er 5. Brian. Maar Chic is naar huis. Ik ken hier. En hoeveel heeft Ken? Ken heeft er 3. 3. En hij is... Halve finale. Luister. Denemarken 2-1. King Harry. Schrijf op, toch? Denemarken 2-1. Wint. Jij bent high. Tot je rest kan. Jij bent high. Kan jij bent de secretaresse. Van ze zijn op een missie. Ze spelen voor hun boy. Salon zijn 1-0. Ik sta 1-0 voor... Ze spelen voor hun boy. Ze zijn op een missie en ze zijn in stijgende lijn. Maar respect Eriksen, maar pakjes. Ja?
Waarom moet je Eriksen verhuren? Waar heeft hij u misdaan? Omdat hij zelf speelt voor de. Nou, laat Eriksen, bro. Hij heeft andere problemen. Mooi. Italië-Spanje. Italië-Spanje, bro. Spanje gaan hold-up doen. 2-1. Voor? Spanje. Spanje. Maar als je dat zegt, zie je dat voor vibes? Napski, jij bent een bad chip, snap je? Waarom? Omdat ik zeg 3-1? Nou, omdat je een bad chip bent. Ik haat. Je zegt 2 doelpunten. Je bent ook een bad chip. Nou, Spanje gaat. We gaan een hold-up doen. Ik zeg het toch? Maar als ik dat zeg, ben ik fout. Maar jij zegt dan dat je Italië. Je wilt gewoon haten. Ik haat op Italië. Oké, geef me een goede redenering waarom Spanje gaat winnen. Bro, ik heb al 8 episodes gezegd, broer. Je kunt geen Gimma winnen met 20% balbezit. Jij zei Pau Torres met zijn knie. Met zijn enkel. Je kunt niet Gimma winnen met 20% balbezit. Met 20%, dat gaat niet. Met 20% balbezit. Bro, omdat je tegen Spanje speelt, broer. Celtic heeft niet gewoon. Je gaat die bal bij op een manier, dat is ongelooflijk. Maar Italië is dan toch de perfecte ploeg om daar tegen te spelen? Met wie? Immobile. Ah, bro, doe normaal. Maar broer, dat is al 3 Italië speelt beter. 5 matchen dat je zegt Immobile zijn winnen. Nee. Ik heb nooit Immobile gezegd. Het is één keer. Maar nee. Even serieus. Italië speelt beter als die bal zit domineren dan op de counter. Ze spelen veel beter als die bal zit domineren. Heb je die goal gezien van Barella? Die komt omdat ze hoge pressie zitten. Hoge Italië. Plus Italië beste wapen. Wacht. Jij zegt Italië die goal van. Maar jij zegt Barella hoge pressie. Ben je dan laag aan het spelen of hoog aan het spelen? Verratti zit de hoge pres. Dus dan klopt je statement. Maar hebben ze de hele match hoog gespeeld? Bro, hun beste wapen is uit. Ja, maar ik zeg net, Italië Spinazzola. Is beter in balbezit. Dus als je normaal die hoge pres gaan doen? Je pa, waar speelt Spinazzola? Hallo? Ja, wat de bal hoog winnen, toch? Dat betekent niet. Waar speelt Spinazzola? Roma. Ik ben echt een Italië-kinder eigenlijk. Broer, jij bent weggegaan. Maar, ik kwam heel broer, maar niemand luistert naar jou. Ja, niemand. We zijn al 3 weken naar jou aan het luisteren. Simzi. Mijn beste wapen is in Italië. Wie? Spinazzola. Hij is er niet. Dat is toch net wat hij zei, bro? Hij is er niet. Achillespees, bro. Kou. 5 maanden, minimum. Simzi. Hun beste wapen is er niet. En toch mag ik niet zeggen dat Spanje... Maar je mag dat zeggen, maar geef een goede redenering. Broer, ik ben serieus. Maar dat kan ik zeggen. Ben Spanje, kijk, Spanje heeft... Hij heeft 2 flaws. Defensief en offensief. Hun spits. Nee, niet offensief. Hun spits gewoon. Okay. Want kansen creëren ze altijd. Ze schieten gewoon niet. En dus ze doen gewoon Spaans voor het doel. Maar de make-up van hun ploeg is gewoon echt goed. Die hebben overal kwaliteit, bro. Busquets. Okay. Busquets komt in die selectie en ze hebben sindsdien 2 keer 5 keer gescoord. Oké. Okay. Dus ik geloof wel dat qua balbezit... Spanje heel goed is. En ik denk dat met Italië, nu dat ze Spinazzola kwijt zijn, dat ze heel veel kwaliteiten zijn kwijt. Wie heeft het beste middenveld van de 2? Spanje. Oké. Okay. Ik wil deze episode afsluiten. Ik wil deze episode afsluiten. Van Brian Suarez Duarte. Brian heeft voor het EK gezegd... Spanje van alle toplanden het slechtste middenveld. En nou, je hebt jezelf gekend. Eerst zei je, Frankrijk was het zwakste middenveld. Toen heb je dat teruggetrokken. Ja, maar je zei eerst Spanje en dan Frankrijk. En nu heb je die allebei al. Dus. Pogba is het beste middenveld ter wereld. Heb je nu maar gezegd? Is individueel, hè? Oh, dus. Ik heb gezegd drie. Van Griezmann, Kanté en Pogba is beter dan de andere, bro. Nieuw verdrijven, broer. Ik wil Jules bedanken. Ah, jullie zijn fakes, ik wil Brian bedanken. Jullie zijn fakes, man. En ik wil de enige echte, Stallone Limbombe, bedanken. Hey, fuck Koelkast, man. Dit was Koelkast Sport. Dit was Koelkast Sport. Episode 19. Ik kiet te snel. Simzi pour toi. Ik kiet te snel. Vergeet niet te abonneren, subscriben, liken, delen met je tante. Alles. Morgen zijn we weer. I was lost in the sauce. Morgen zijn we niet weer. Maar voor de halve finale zijn we terug. Dag, guys.